Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Isaac. We gaan weer lekker verder waar we natuurlijk afgelopen maandag waren gebleven. Dit is trouwens ook aflevering 100, jongens, van hartelijk welkom weer terug. Goed. Hier, bijna klaar. Ik heb trouwens over nagedacht hoe ik die soort cellen wil hebben. Ik ga dat gewoon in zo doen. Gewatteerd krijg ik ook zulke cellen. Dat is dus wat ik denk. Dus dan moet het helemaal goed komen. Goed, dus laten we het even versnellen. Dus dan gaat het helemaal goed komen. Goed. Die moet ook nog geplaatst worden. Is wel wat al het hout niet toegebracht. Hier een paar. En hier ook een beetje. Paar blokjes. Gaat hij die doen? Ja, hij gaat die doen. Nee. Oh ja, jawel. Klaar zijn, juist. Met 2700 lamp. Ja, dit als witte muur, dat komt nog wel. Maar ik ga natuurlijk hier... ook nog even een stukje doen. En dan kijken we ver tot hoe ver. Kijk. 5000. Die witte muren, dat... klopt nog, ja, ik kan dat nu ook gelijk even doen. Kost dus 50 per vak, dat is dus een heleboel. Dat
raad ik niet, dan is het gewoon heel simpel en prachtig. Dat stuk dadelijk heel even. Die kan ik nu nog niet doen. Oké. Maar dat geeft niet, dat geeft niet. Goed. Wat ik wel even kan doen is camera's ophangen aan die vergaderruimte. Ik weet niet of daar nog iets mee kunnen doen. Hoe heeft hij toch? 1, 2, 3, 4. Ach, hè? Ja, het was echt puur. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Hier natuurlijk een 7. En dan zetten we hier een 8. Oké. Vergaderruimte niet. Nee. Ik ga dat wel doen. Laten we dat dan wel doen. Kijk hier. Waar staat dit hier? Helemaal. Achteraan en hier. Staan trouwens 2 in. De zoek hoeft niet, nee, denk het van niet. Dat heb ik nu dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En hier wordt dus 8. Niet verwijderen. Dan hier één. Want dat is heel belangrijk dat we even. Camera's. Ach, en dan hier komt dus ook bijna niks. Komt die hier en dan kan hij zo en zo controleren. Dan heeft hij die kant op. En die gaat dus daar naartoe. Dus dat is goed. Dat is het prima.
Acteursysteem ook, maar dat is in ieder geval gefixt al, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Hè? Hier trouwens, het wordt gewoon een normale deur. Moeten we nog iets? Ik denk dat het dat was, ja. Er een stoel bij. Nou goed, dan zijn die in ieder geval aangesloten. Wat betreft de stroom. Ik moet natuurlijk ook een nieuwe stroomkastje bouwen. Dat is ook wel weer een dingetje. Helemaal niet aan gedacht, nou goed. Ja, dat is het hele probleem. Al die spullen die liggen hier van de winkel en die moeten gelijk hier naartoe. Een normale dubbele deur. Dat gaat hij net niet raden, denk ik. Goed. Deze is ook bijna klaar. Even kijken naar programma's.
Klasse, 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 Klasse. En nog een keer 8 tot 10. Dus dat is goed. En die is voor die andere. Ja. Dat is goed. Oké. Okay. Als gang. En dan zien we wel verder. Dit natuurlijk als muur. Goed, maar we gaan maar eens even de cellenblokken doorzoeken. Dus zou alles toch even zeggen, oké, gaan checken natuurlijk. Altijd heel verstandig. De laatste. Goed, deze is natuurlijk zo goed als klaar. Dus daar kunnen we op zich nu gewoon 2 erin zetten. En dan wachten we hier even totdat het helemaal vol is en dan gaat hij ook op 2. Laat ik trouwens nog heel even zo staan.
kunnen maken. Kijk, heb ik nog het mee? Met die en dit stuk. Oké, nou. Dit gaat ook goed komen. Deze, en die is dus ook bijna klaar. Waardoor ik deze stroom dadelijk ook echt uitzet voor die. Lopen. En dit wordt dus ga dat gewoon als beelddoosje doen, laten we dat dan gewoon doen. Hier slopen ze uit, maar gaan ze ook gelijk de muren erin maken. Ik moet hier nog van alles controleren. Oké, nou, dat is gedaan. Ik heb natuurlijk nu niet zoveel geld. Maar dat maakt niet zoveel uit. De camera's en zo. Dat moet er 8 zijn. Laten we dat dan meteen doen, want die hier zit wel. Dus we dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heeft wat 2. Oké.
trouwens ook wat stroom nodig. Opgelost, dan ga ik het erbij laten, jongens. En dan zien we elkaar de volgende keer weer terug. En dat is gewoon weer morgen. Ja, goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!